Goedemiddag en goedemiddag, lieve mensen. Ik hoop dat jullie ondanks de huidige omstandigheden toch dit weekend een fijn Sinterklaas hebben kunnen vieren. Mijn familie kwam zaterdagavond bij Zoom bij elkaar om elkaar via gedichten weer eens even lekker de maat te nemen. En sinds ik zelf 30 ben, beginnen de versjes die mijn vader voor mij schrijft standaard met dat hij zit te denken: wanneer ik hem nou eindelijk eens een kleinkind ga schenken. En waar die aanhoudende kleinkinderwens bij hem vandaan komt, weet ik niet. Die man heeft inmiddels meer nazaten dan Genghis Khan. Maar dit jaar bleef opmerkelijk genoeg zijn voortplantingsverzoek achterwege. Dus bezorgd vroeg ik hem of hij wel in orde was en waarom hij opeens geen last meer had van rammelende eierstokken. En zijn antwoord was kort en schokkend: hij hoeft geen extra kleinkind meer, omdat hij niet zeker weet of de wereld nog wel zo leuk gaat zijn voor toekomstige generaties. En daar had hij toch een punt. Nederland heeft momenteel al meer dan 66 miljard moeten lenen om alle coronasteun te gaan bekostigen. En dat bedrag zal op een zeker moment toch moeten worden terugbetaald. En daar gaan de jongste generaties nou eenmaal het langst voor opdraaien. Er zullen zware bezuinigingen volgen die Nederlanders die nu nog niet eens zijn geboren flink gaan raken. Dus vaarwel broodnodige investeringen in de zorg en het onderwijs. Vaarwel investeringen tegen de opwarming van de aarde. Hallo aangehaalde broekriem en droog brood. Maar gelukkig zijn er ook andere oplossingen mogelijk dan een beslag leggen op andermans toekomst. Afgelopen week werd er in Argentinië door de Senaat bijvoorbeeld ingestemd met een eenmalige belastingheffing voor de 12.000 miljonairs die het land rijk is, in de hoop zo in één klap 3 miljard euro aan de schatkist te kunnen toevoegen. Niets lenen, gewoon één keer heffen en de opbrengsten gebruiken voor zorg, het bedrijfsleven en het opbouwen van een solide toekomst. En er gaan nu al stemmen op in Nederland voor een vergelijkbare eenmalige belastingheffing bij de superrijke, maar dat is natuurlijk grote onzin. Een eenmalige heffing zou slechts een druppel op de gloeiende plaat zijn. Je moet groter durven denken. En dat kan bij ons gelukkig ook. Want in maart van dit jaar werd immers al bekend dat het aantal miljonairs in ons land weer flink is gestegen. De afgelopen jaren nam de belastingdruk op grote vermogens hier verder af, terwijl de kloof tussen arm en rijk fix toenam. En ons land telt momenteel 200.000 miljonairs en evenveel burgers die van de voedselbank afhankelijk zijn. Dus waarom gaan we niet gewoon een structurele verhoging van de vermogensbelasting inzetten? Dat kan immers prima in het land waar 4.500 mensen zelfs meer dan 10 miljoen euro bezitten. En weet u, laten we, als we dan toch met de toekomstige generatie bezig zijn, meteen even naar die erfbelasting kijken. Nu valt iedereen met een erfenis hoger dan 120.000 euro onder hetzelfde belastingtarief, dus ook de nazaten van al die honderdduizenden miljonairs. En daar kan vanaf een bedrag met 6 nullen echt wel wat meer vanaf. Het gaat er namelijk niet alleen om dat de directe nabestaanden van miljonairs iets wezenlijks wordt nagelaten. Het gaat er ook om hen iets terug te geven aan het land dat dankzij decennia van milde en genadige belastingheffing bij de grootverdieners enorme spaarrekeningen mogelijk maakte. Dus, lieve overheid, dit is je kans om iets goeds te laten voortkomen uit de pandemie. Laat de coronacrisis het startschot vormen van eerlijker lastenverdeling, zodat ook onze nakomelingen straks nog iets anders zullen erven dan schuld. De mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.